Een hele goede middag, heren moet ik zeggen. Ik begin al met dames en heren, maar ze zitten er vandaag niet tussen. Mijn naam is Dennis Duffels. Ik ben hoofdverkoop bij VBI. En wij geven op deze Building Holland beurs een aantal presentaties verdeeld over de dag. De ene gaat over flexibel comfort. En de andere gaat over duurzaam bouwen in binnenstedelijk gebied. En wat is nou de reden dat een bedrijf als VBI, producent van betonnen kanaalplaatvloeren, met u wil gaan spreken over duurzaam bouwen in binnenstedelijk gebied? Ik zal daar een aantal zaken van toelichten, maar ik begin even met een aantal thema's te benoemen die een bedrijf als VBI bezighouden om onze koers en onze visie op de komende jaren vorm te geven. En dat doen we dan ook om die reden de thema's van vandaag. En als ik kijk naar een hele belangrijke en hetgene wat u ook in de praktijk vaak al heeft zien misgaan, dan is dat toekomstvast rendement. We zitten vandaag de dag met een enorme hoeveelheid vierkante meters leegstand in Nederland. Welkom. En wij hebben daar een oorzaak voor, namelijk het pand is waarschijnlijk niet meer opnieuw in te zetten voor een nieuwe eigenaar, gebruiker of bestemming. Het heeft alles te maken met hoe dat gebouw in de tijd is ontworpen, ontwikkeld. En waarschijnlijk is er alleen gekeken naar de eerste fase van het gebruik, de huurder die er de eerste 10 jaar in zat. Maar dat toekomstvaste rendement, wat er nu dus niet meer is, dat is waarschijnlijk ontstaan doordat het gebouw niet een tweede leven, derde leven enzovoort heeft kunnen krijgen. Total cost of ownership is totaal niet meegenomen in het ontwikkelen van het gebouw. En om die reden is het gebouw waarschijnlijk niet meer geschikt om succesvol opnieuw te kunnen vermarkten. Je moet dus eigenlijk, als je kijkt naar het ontwikkelen van gebouwen, of dat nou utiliteit is, of appartementen of woningbouw in brede zin, moet je kijken naar aanpasbaarheid op lange termijn. Je moet ook dus daarom zaken meenemen in de ontwikkeling die al voorsorteren op de toekomst van zo'n gebouw. En een van de redenen dat VBI hierin op inhaakt is dat wij denken dat we met onze vrije overspanningen daar op termijn oplossingen voor hebben. Andere grote trend die wij zien is de veranderende eindgebruiker. U kunt dat in een aantal delen opsplitsen. Je ziet mensen thuis anders met hun woning omgaan. Er wordt thuis gewerkt. Er wordt in de keuken gewoond. Er wordt in de slaapkamer een badkamer geïnstalleerd. Afijn, hoe wij naar woningen kijken, hoe wij naar de thuissituatie kijken, is aan verandering onderhevig en heeft ook al heel veel veranderingen ondergaan. Maar ja, als er muren staan die dragend zijn, dan laat zich dat heel moeilijk aanpassen. Werken idem dito, waar we in het verleden nog zaten in elk ons eigen kantoor, daar zie je vandaag de dag dat mensen in grote ruimtes opereren, dan wel überhaupt niet op kantoor zijn en thuis werken. Het nieuwe werken, et cetera, u weet er waarschijnlijk al alles van. Maar wie zegt dat dat zo doorgaat en wie zegt dat we dat altijd zo weer laten en misschien komt dat oude wel weer terug. En sowieso, de samenleving verandert, demografie, vergrijzing of op termijn juist weer een overschot aan jongeren in bepaalde regio's. Het heeft allemaal te maken met wat heb je aan vastgoed nodig in Nederland. En we zijn nog maar een klein land, maar zelfs dan is het complex om duurzaam en langdurig de veranderende eindgebruiker te kunnen voorzien van juiste woon- of werkgelegenheid. Renovatie, ook een hele grote trend. Ik heb vandaag meerdere hoogleraren horen spreken. Zaken die gaan over de bestaande voorraad en de nieuwe voorraad. En natuurlijk vanuit VBI zijn wij heel erg geïnteresseerd in de nieuwbouw. Maar laten we reëel zijn, als je kijkt naar het verduurzamen van onze woningvoorraad, dan zullen we op een heel groot deel van de bestaande voorraad moeten acteren. Maar ik laat het om deze reden die ik net schetste nu even liggen. Maar wij veronachtzamen dat niet. En ook renovatie en transformatie, en een wat mooier woord daarvoor, is daarin wel degelijk een trend die niet te ontkennen is. Comfort, ook iets wat ik gelukkig in toenemende mate zijn intrede zie doen in het denken over vastgoed. We hebben het niet alleen maar over initiële bouwkosten, we hebben het niet alleen maar over functionaliteit. Maar uiteindelijk de mensen die er wonen of werken, verdienen ook comfortabel wonen en werken. En waar bestaat dat zoal uit? Er zijn prachtige rapporten over beschikbaar. Eén daarvan bijvoorbeeld van het World Queen Council en het rapport van Health, Being and Productivity. Het gaat over daglichttoetreding, het gaat over binnenklimaat en dat verdeelt zich dan weer over luchtkwaliteit en temperatuur. Het gaat over de natuur om het gebouw heen, geluid en akoestiek niet te veronachtzamen en als laatste, en dat is voor ons toch weer die hele belangrijke, ruimte. Het creëren van ruimte in allerlei vormen leidt ertoe dat mensen het wonen of het werken plezierig vinden. Gezondheid haakt daar zwaar op in.
Ik wil er niet te lang op ingaan, maar gezondheid heeft wel degelijk effecten als je in een gebouw werkt. Wanneer de binnenklimatologische omstandigheden niet optimaal zijn, zul je te maken hebben met verzuim. Je zult te maken hebben met minder productiviteit van medewerkers. En dat is allemaal niet zo economisch. Maar ook gewoon thuis, wanneer je woont in een gebouw of in een woning die niet voldoet aan gezondheidskenmerken of criteria die nuttig zijn, ja, dan word je daar niet vrolijk van. Duurzaamheid, ik zal niet in de valkuil trappen om u iets over duurzaamheid te gaan vertellen, want deze hele beurs gaat over duurzaamheid. Maar je kunt duurzaamheid wel op heel veel verschillende manieren uitleggen. En het werd vanochtend al geopend door de heer Wienke Bordewes van NEPROM. En wij delen die mening al heel lang. Er zijn een aantal aspecten van duurzaamheid die wij al behoorlijk vanzelfsprekend beginnen te vinden. Dat wij met gezonde en goede materialen werken. Dat CO2-uitstoot tot het minimum behoort. Dat onze producten licht van gewicht zijn, dus weinig een aanslag doen op de voorraden die in grondstoffen beschikbaar zijn. Dat processen en logistiek goed geregeld zijn, circulariteit. Het zijn allemaal zaken naar ons idee die aan de basis liggen van duurzaam bouwen voor de toekomst. En waar wij eigenlijk als VBI niet per se meer heel erg mee te koop willen lopen. We zien het als een randvoorwaarde die ingevuld moet zijn. Duurzaam gebruik van een gebouw, met andere woorden, het gebouw kan meebewegen met de toekomstige generaties die erin wonen of werken, dat vinden we eigenlijk veel essentiëler. En toch wil ik in dit verhaal, wat ik hier nu doe over het binnenstedelijk bouwen, wat verder in gaan zoomen op het proces en de logistiek die daar nog eens een keer aan ten grondslag ligt. En dan kom ik op stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing, wat ook in allerlei vormen en maten hier wordt toegelicht, heeft te maken met die demografie. Heeft te maken met het trek naar de stad. Iets wat niet sinds gisteren aan de orde is, maar wat al veel langer speelt. We zien in toenemende mate de steden groeien. We zien de bevolking vanuit het platteland wegtrekken. En we zien dus ook de ruimte en het woekeren met ruimte als probleem. En als je dat dan in combinatie neemt met de wens om duurzaam te bouwen, dan kun je daar heel veel invalshoeken aan geven. En dan kunnen we het vandaag heel lang met elkaar even gaan hebben over de duurzaamheid van ons beton. Maar dat ga ik niet doen. En we kunnen het ook heel lang even hebben over de BREEAM-score die de gebouwen in die steden dan moeten hebben. Dat gaan we ook even niet doen. Maar ik wil het met u gaan hebben over wat is dan duurzaam bouwen in binnenstedelijk gebied. Want uiteindelijk, als je kijkt naar een paar jaar terug, laten we zeggen 5, 10 jaar terug. Ja, dan zag je dat als ergens een appartementencomplex verrees of toen nog een kantoorgebouw, dat een stad zo'n beetje 5 jaar op zijn kop stond. Het verkeer er jarenlang niet over de normale route naartoe kon. Mensen moesten omrijden, stagnatie, well-being werd ernstig aangetast, want het zag er niet uit met al die schuttingen en al die hekken. En al dat soort zaken hebben ook een raakvlak met de verstedelijking en met de wens om daar duurzaam te bouwen. Want wat doen we in het verstedelijkt gebied? We moeten de hoogte in. De ruimte is kostbaar. De ruimte is schaars, dus we zullen om te moeten bouwen in die verstedelijkte ontwikkeling naar hogere gebouwen gaan. Nou, wat kunnen wij daar nu aan toevoegen vanuit onze kijk? Nou, u ziet hier een aantal plaatjes en ik zal er snel doorheen gaan, maar zijn er mensen die herkennen wat hier staat? Er zijn geen prijzen te winnen, maar we hebben het hier over in principe de verschillen in de regio's die ontstaan tussen krimp en leegloop van gebieden en de verstedelijking en de clustering van bevolking in andere gebieden. En dat leidt ertoe dat de hele vraag van vastgoed, zowel in transformatie maar ook in nieuwbouw, gaat veranderen. We zullen dus in die steden meer gaan bouwen en we zullen in die andere gebieden wellicht tot sloop moeten overgaan. Nou, dat laatste, dat laat ik even liggen. Maar als je dan toch gaat bouwen en het is dan toch binnenstedelijk, doe het dan goed. En pak dan al die aspecten die ik net benoem. Flexibiliteit in het gebouw om voor toekomstige generaties ook een goede huisvesting of werkgelegenheid te creëren. Pak dat mee. Pak de duurzaamheid van het gebouw en de materialen van het gebouw mee. Maar pak ook het logistieke proces en alles wat nodig is om die bouw te realiseren in een duurzame wijze mee. Nou, als je dat tezamen brengt, en dan met name bij woningbouw kijk je naar appartementen, dan zie je dat je tot duurzame gebouwde appartementen in binnenstedelijk gebied komt. En dat is hetgene waar deze presentatie van onze kant over ging. En wat kunnen we daarin betekenen? Ik heb hier een plaatje van een gebouw wat u allemaal wel herkent. Het is zojuist opgeleverd bij het Centraal Station van Utrecht. Het stadskantoor, er zitten nog wat andere faciliteiten in. En je ziet dus ook dat met name waar het heel lastig bouwen is, die hoogbouw gerealiseerd moet zijn.
Nou, ik vind dat het bij Utrecht nog redelijk vlot gegaan is. Maar je moet er niet aan denken dat je in een grote stad als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, maar ga maar even verder in de periferie, elke keer aaneengeschakeld zo'n bouwproces krijgt. Want dan zijn ze net hier klaar, maar dan beginnen ze 2 kilometer verderop. Dus we hebben er met elkaar belang bij dat dat vlot en dat dat goed gaat. Omdat daarmee ook de duurzaamheid niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook voor de omgeving wordt gegenereerd. Ik heb zelfs, want ik heb deze presentatie ook gegeven op de bouwbeurs. En toevallig op 5 februari stond er een artikel in de krant dat ProRail een fonds had opgericht. Dat heette het Bouwhinderfonds. Er was 1,8 miljoen ingestort om de omgeving uit te kunnen betalen, omdat die ongemakken hebben gehad met dit gebouw. En er stond er nog bij, ik heb het opgeschreven, de eerste 3 jaar werden niet vergoed. Want ja, dat heb je nou eenmaal als je in een grote stad woont. Maar nogmaals, als je eerst dit gebouw hebt en daarna het volgende gebouw, dan woon je eigenlijk je hele leven in een bouwput. Ook daar moeten we dus met elkaar vanaf. Ja, communiceren helpt wel, hè? Dus we hebben natuurlijk wel te maken met vandaag de dag de beroemde omgevingsmanagers. En ik zat laatst in de auto op Radio 1 te luisteren. En ik begreep dat er voor 1 bouwproject wel iets van 8 omgevingsmanagers aanwezig waren. 1 vanuit de bouwer, 1 vanuit de gemeente, 1 vanuit de ontwikkelaar, 1 vanuit de provincie. Enfin, allemaal prima. Communiceren helpt wel, maar het is natuurlijk maar een pleistertje op het echte ongemak wat wordt ervaren. Dus wat willen wij? Wij willen vanuit VBI promoten en versterken dat binnenstedelijk bouwen snel kan, weinig overlast genereert, efficiënt is dus. En daarmee ook voor de omgeving eigenlijk een ongemerkt proces wordt, waarin uiteindelijk alleen het eindresultaat als heel positief wordt ervaren en de weg ernaartoe zo kort mogelijk blijft. Nou, de producten die daarvoor beschikbaar zijn, die ga ik hier niet allemaal lopen promoten, maar prefab bouwen, dat zult u begrijpen bij mij, dat staat in dit soort trajecten heel hoog aangeschreven, omdat dat die snelheid genereert die je nodig hebt. Kijk soms even achterom of we op hetzelfde slide zijn. Nou, dit project wat in Delft wordt gerealiseerd, dat is een samenwerking tussen VBI, Stabiel als cascobedrijf, Heembouw als aannemer en Vorm Vastgoed als ontwikkelaar. En in dit gebouw komen eigenlijk al die aspecten die ik net al een aantal keer genoemd heb samen. Flexibiliteit voor de toekomstige gebruiker, duurzaamheid als het gaat om het gebruikte materiaal, maar met name het logistieke proces, en dat kunnen we op het volgende plaatje goed zien, waardoor het gebouw redelijk snel verrijst en redelijk weinig overlast veroorzaakt voor die omgeving. Je ziet hier eigenlijk het leven gewoon doorgaan en dat is eigenlijk ook wat we beogen. Weinig overlast, weinig geluid, weinig milieuschade en eigenlijk het verkeer wat ongehinderd om de bouwplaats heen kan gaan. Nou, er zit 1 aspect in wat ik toch even wil toelichten. Waarom kon dat zo snel? Als je kijkt naar het bouwen van gebouwen met kanaalplaatvloeren, dan heb je te maken met stabiliteit. En met name bij bepaalde hoogtes en aantallen verdiepingen heb je te maken met het verankeren van die stabiliteit per vloerveld. Nou, wij hebben een ontwikkeling gedaan die eigenlijk in dit project voor het eerst erg goed is uitgetest. Dat noemen wij het doorstapelsysteem. Met andere woorden, zonder randbekisting en al dat soort zaken die een aannemer normaliter moet doen per etage, kun je droog doorstapelen tot de hoogste etage is bereikt. En dat is een enorme winst in die snelheid. En dat leidt dan allemaal weer tot dat gemak, et cetera. Niet alleen voor de gebruiker, niet alleen voor de investeerder die daarmee efficiënter bezig is, maar ook voor die omgeving die dat bouwen heel snel voor zich ziet voltrekken. Dus als ik het afrond, wij denken dat wij vanuit VBI met prefab in onze genen, met kanaalplaten als product en met de innovaties die we daarin doen, heel veel kunnen bijdragen aan duurzaam bouwen. Maar ook heel veel kunnen bijdragen aan duurzaam bouwen in binnenstedelijk gebied, waar nog andere aspecten een rol spelen als het bouwen alleen. Veilig voor de buurt, veilig voor de bouwer, weinig overlast, snel en goed gerealiseerd. Dat is eigenlijk het verhaal wat ik wilde vertellen. Ik heb geen idee waar ik sta met de tijd, maar volgens mij gaat het goed. Dus er is nog ruimte voor vragen. Dank u. Zijn er misschien vragen? Ik zie u schudden, zo van, ga mij niet aanspreken. Aan deze kant. Dan hoop ik dat het duidelijk was. En dan wil ik u ontzettend bedanken voor de aandacht. En als u nog vragen heeft die u later te binnen schieten, we hebben een stand hier naast het hoofdpodium. En u bent daar van harte welkom om daar even bij ons langs te lopen. Dank u wel.